Dames en heren, AVRO, KRO en NCRV werken vanaf vandaag samen op Nederland 1. Dat was net te merken in de nieuwe leader. Maar u zult daar nog veel meer van merken. Immers, Nederland 1 wordt een zender voor mensen die verder kijken dan hun neus lang is. Die vinden dat er meer is en die van mening zijn dat een beetje klasse geen kwaad kan. Belangrijk voor Nederland 1 is kwaliteit in amusement, in informatie, in series en in natuurlijk Nederlands drama, met behoud van de eigen herkenbaarheid van de drie omroepen. En daar mag je, vinden wij, best even bij stilstaan. Ik wens u veel kijkgenot op Nederland 1 in dit seizoen. De voorzitter van de NCRV, de heer Ton Herstel. En de starters van een nieuw televisieseizoen op Nederland 1. Herkenbaar aan het vignet dat nu in beeld is. Goedenavond allemaal en welkom bij de NCRV. Een première vanavond. De eerste aflevering van de monumentale Nederlandse dramaserie De Zomer van 45. Maar daarover zometeen meer. Eerst even wat we verder nog op het programma hebben staan. Schaatsen, maar dan op rolletjes en optredens van artiesten. En dat maakt samen het Skieler Gala 1991. Gevolgd door het Internationaal Koorfestival. En de avond wordt dan besloten met een aflevering van Cheers. Er is nog hier en nu om 9:50 en Aart Zeeman zit al in de studio. Goedenavond. Hoe gezond zijn een paar glaasjes alcohol per dag? Goed voor je hart, zegt TNO. Gevaarlijke onzin vinden overheid en drankbestrijders. En menig consument zegt tot tevredenheid van de drankindustrie. Nee, nou, meestal kom je thuis en nou, heb je weer gedronken. En nou zeg ik van, nou, doe het voor mijn eigen best wil. Dan Irak, dat verder met een eigen atoombom is dan tot voor kort mogelijk werd gehouden. Daarover een reportage uit een grimmig Israël dat het nooit zover zal laten komen. Desnoods weer met een vernietigende luchtaanval op de atoomcentrales. En tot slot een reportage over Mongooltjes die steeds vaker met opvallend succes tot gewone lagere scholen worden toegelaten. Graag tot straks, zo rond de klok van 9:50 op deze zender. In de bevrijdingsroes van 1945 ontmoeten de Nederlandse meisjes Anna en Maria twee jonge Canadese soldaten. Dat is het gegeven voor een groots opgezette Nederlandse dramaserie die u nu en de komende 8 maandagavonden bij de NCRV kunt volgen. De titel is De Zomer van 45, opgenomen op 100 verschillende locaties in zowel Nederland als Canada. De hoofdrollen zijn voor Wil van Kralingen en René Fokker. En de regie is van Bram van Erkel.